Juist, dat was hem, dankjewel. Ik ben Arjen Kingma, ik ben eigenaar van een communicatiebureau in Triëship. Zit hier op steen op afstand. En de koffie staat altijd klaar. Nou, mijn naam is Wouter Vikkingen van Mirabeau. Ik ben client manager. Ik ben hier vanavond even te gast. Mirabeau is een full service organisatie, een internetbureau. En we werken met een groot aantal klanten vanaf strategie, creatie tot en met implementatie, hosting en beheer. Dat doen we hier vanuit de vestiging Eindhoven, maar dat doen we ook in twee vestigingen in Amsterdam. Eén in Horen, één in Rotterdam en binnenkort ook in Utrecht. Een club van zo'n bijna 300 mensen, daar gaan we dan naartoe. We hebben overigens 30 vacatures. Dan een tweetal in Eindhoven. We zien ook een projectmanager en een creative consultant, dus als er mensen zijn, meld je bij mij. En vanuit Eindhoven werken we voor een groot aantal klanten. Een bekend is al Jumbo, waar we in het Jumbo team zitten. Maar we werken ook voor Mediek en voor DAF-trucks. En we werken voor Egon.nl, Egon Bank. En nog een scala van andere klanten. Daar moet ik er trots op zijn. Wat betreft wat huishoudelijke dingen. In de pauze geniet van lekkere drankjes. De toiletten zijn hier in de gang. Rokers kunnen door de kantine naar de hoek als dat behoefte is. En verder na afloop hebben we lekker een hapje en een drankje ook nog. Maar goed, ik zou het kort houden, dus ik geef graag het woord aan Andy. Ik kwam erachter dat we vandaag 2 jaar bestaan met SMC. Dus dat moeten we vieren. Het stomme is, we zijn 4 of 5 keer niet doorgegaan omdat we toch geen tijd hadden of zomervakantie. Dus we hebben besloten om in deze zomer een grote feestelijke editie te doen. Dat weet ik nog niet. Wel zoiets à la 2010 dat we op de Hightech Campus met 260 man zijn. Zoiets willen we deze zomer ook gaan doen. Dus als iemand idee heeft, mail ons, bel ons, sms ons, twitter ons. Daar gaan we iets mee doen. De zeepkist zijn we kwijt. Dus dat kan niet, denk ik. Dat kan niet nog niet op staan. Lastig. Ik zal even kijken wat er voor alternatieven zijn. Ja, goed. Uiteraard. Logistiek zijn we nog niet helemaal op orde. Maar de vorige keer hebben we dat laten staan en we weten nu niet waar die is. Waarschijnlijk juist bij System niet, maar we zijn aan het zoeken. Hij is ook van Studio nog, dus er zijn wel bepaalde belangen bij. Maar mochten we hem niet terugvinden, dan hopen dat iemand van jullie nog een zeepkist heeft en dat we die kunnen gebruiken. Ja? Ik wil nog wel even iets zeggen over Andy. Jullie hebben vast al kort van deze bij de movie. Hij is een van de 2 scriptschrijvers geweest. Daar ken ik Andy oorspronkelijk van. En hij heeft gezorgd dat het zo'n goed lopende verhaal is geweest. Dus dat wil ik wel even toevoegen aan, los van het feit dat hij niet gaat vertellen. Ja? Dan mag jij hem verder opnemen.
En nu één. Ja, en nu. Okay. En nu nog een partij. En die hoek. Mocht u tijdens de presentatie over mij twitteren, apenstaartje en die hoek, ben ik iemand in schaal dan aanneemt, gebruik gewoon mijn echte naam. Hier ga ik het ongeveer over hebben. Ook weer niet helemaal. Zo heet ik. Ik ben social media manager bij Achmea, specifiek bij de divisie zorg en gezondheid in Leiden. Nou, social media manager, kun je dat misschien helemaal anders. Wat ik eigenlijk doe is dat we bij allerlei trajecten die voortkomen, kan PR zijn, kan marketing zijn, kan klantcommunicatie zijn, noem maar op. Daar zit mij mijn kennis bij als een interne consultant, als een projectleider, om de mogelijkheid in kaart te brengen en om te voorkomen dat het misgaat. Dat is het einde van vandaag. En dit is de tweede keer bij een social media club spreek, dus dat vind ik wel tof. Ik ben niet, of vooral andere mensen die op meerdere social media clubs hebben gesproken, maar in ieder geval een jaar geleden heb ik bij social media club Amsterdam gesproken. En voor de mensen die nu zitten te wachten op een uitgekoude marketing case, nog opstaan en weggaan, want dat ga ik niet doen. Ik weet niet of er hier mensen zitten die vaker naar dit soort evenementen gaan. Ik zelf wel, elke keer als er iemand van een bureau er voor een schuintje staat, is dus even, ja, dit was de casus, dit was onze opdracht, dit hebben we gedaan en dit zijn de cijfers die we daarover hebben gehouden. Nou, één keer is het leuk, het kan soms nuttig zijn, 20 keer heb je het wel gehad. Dus dat doe ik niet. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen ook wel in de basis wel weten wat webcare is. Dus ik wil u uitnodigen om samen na te denken van ja, wat is de volgende stap met webcare? Wat kunnen we hierna gaan doen? En wat is de rol van webcare? Het is een bredere contact. Dankjewel voor de toevoeging. Niet klant-service strategie. Maar een klant-contactstrategie. Nou, wat is klant-service? Deze definitie verzonnen. Namelijk het creatief bieden van oplossingen voor problemen die klanten met je product hebben. Iets werkt niet, voldoet niet aan je verwachtingen, je belt op. En dus vandaag krijg je dan niet een duur betaald 0900 nummer, maar een wat minder duur betaald 0900 nummer. En wat is mijn visie op wat een klantcontact is? Nou, het is opbouwen van een langdurige relatie tussen klant en organisatie, waar beide waarde uithalen, beide waarde aan toevoegen. Klanten nemen je product af om in een behoefte te voorzien of een probleem wat ze hebben op te lossen. Dus als je product niet werkt, is de klant teleurgesteld en de oorspronkelijke behoefte of probleem bestaat nog steeds. Dubbele teleurstelling dus. Voor mensen, ja. Komt op slide share, dan is die fantastisch beter. Dan schrik je nog meer. Dan schrik je nog meer. Ja. Zou je het juist vinden? Nee. Nou, volgens mij niet. Ik heb wel opgezocht op Flickr Commons, dus volgens mij zijn die foto's minimaal 30 jaar oud. Wat belangrijk is, management van klantenservice. Zijn er mensen die werken bij klantcontactcentrum, dingen hebben gedaan, klantenondersteuning die treffing gedaan hebben? Hartstikke goed, wees er trots op. Het is belangrijk werk. En richt zich op operational excellence. Hoe kunnen we de kosten zoveel mogelijk in kaart brengen? Maar operational excellence is een race naar de bodem. Ja, 2 weken geleden dreef hij nog, nu niet meer. Kijk, het probleem is, het logische eindpunt van operational excellence is dat iedereen dezelfde oplossing gekozen heeft, hetzelfde waarde ervoor bereikt heeft. En ja, volgens mij kun je het op een jaar misschien ook nog wat over gaan vertellen. Op het moment dat alle bedrijven, alle aanbieders van een oplossing operational excellence, het ultieme doel van operational excellence bereikt hebben, hoe kun je ze nog van elkaar onderscheiden? Nee, kijk maar. Dat was mooi. Het was ook niet mijn doel om iets door je voeten weg te vegen, maar hey. Dat is ook veel leuk natuurlijk. Maar ik denk, ja, je bouwt ook geen relatie op. Ik vergeet wat te zeggen. Wat, wat,
Dat is wel belangrijk. Geef een slide terug. Ik wil wel een beetje discussiëren. Hartstikke goed, buiten discussie. Het enige wat je dan hebt, is dat je klantcontacten worden geïnitieerd door je klant. En wat je hebt, is in ieder geval vanuit het perspectief van een zorgverzekeraar. Ik werk voor een zorgverzekeraar. Als een verzekeraar bij ons geen zorg afneemt, heeft hij 13 keer per jaar een klantcontactmoment met ons. 12 keer per jaar als ze zijn premie afschrijven. En 1 keer per jaar als ze een nieuwe voorwaarde vergoeding voor het jaar ook krijgt. Nou, dat is geen goed, dat zijn geen leuke klantcontactmomenten. En wat ik zie bij een aantal bedrijven is dat er helemaal geen moeite nemen om met de klant te praten. Maar 1 keer per kwartaal sturen ze een enorm glossy relatiemagazine naar je op. En ja, dan kom je op het volgende uit. Je bouwt geen relatie door 1 keer per maand met elkaar de koffer in te duiken. Maar je moet elke dag kleine dingetjes voor elkaar doen. Zo'n glossy bijvoorbeeld, om te maken, om op te sturen, kost 10 euro. En waarom zijn die 10 euro niet gebruiken om elke week een briefkaart op te sturen? Het is kleiner, maar het is constanter. Er wordt vaker aan je gedacht en jij denkt weer vaker aan het bedrijf. Dus je bent meer bezig een relatie op te bouwen. Misschien lijkt het goedkoper, maar het is het gewoon helemaal niet. En het zijn van die kleine dingetjes die het doen. En voor elke organisatie zijn ze ook best wel makkelijk om te doen. Maar je moet wel de moeite nemen om ze ook te doen. En het leuke is, je klanten die hebben al een keer voor je gekozen. Ze hebben je product al aangeschaft. Dus eigenlijk hebben ze al overtuigd. En klanten, in mijn ervaring, hebben eigenlijk daar al waarde aan te willen toevoegen. Die klanten zijn al prima bereid om kleine dingetjes voor je te doen. Nou, ik denk dat het ook wel bewezen is door het beste succesverhaal van crowdsourcing. Co-creatie. Feedback. Bijvoorbeeld op zilverkruis.nl hebben we een feedback op. Onderaan elke contentpagina op onze website staat de vraag: vond je deze informatie nuttig? Ja of nee? Het laatste kwartaal van vorig jaar is dat 16.000 keer gebruikt. 16.000 mensen hebben de moeite gedaan om informatie over onze website aan ons te geven. Nou, we hebben een website die redelijk bezoekt, zo'n 4 miljoen bezoekers per jaar, dus goed. Maar dat zijn mensen die daarvoor de moeite nemen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan communities. Maar wat je wel moet bedenken als bedrijf, als die klanten al die moeite voor je doen. Maar ja, ze moeten wel bewijzen dat jij daar ook iets mee doet. En bereid zijn je klanten iets terug te geven. Nu hoorde ik het vandaag iets, en dat was een beetje te laat om ook in deze presentatie te verwerken. Maar het heeft te maken met de Facebookpagina van, volgens mij was het Volkswagen. Heeft iemand die op Twitter langs zien vliegen vandaag? Kan over, iets met VL. In ieder geval een auto van de whatever, een auto van de klant, begint samen met een V. Die hebben een oproep gedaan op Facebook voor het einde van het jaar van oké, wat zou de perfecte auto zijn, wat vinden jullie nou dat wij ons op moeten richten? Dat was eind vorig jaar. Best wel succesvol. Mensen zeggen van ja, auto's moeten beter zijn voor het milieu, ze moeten veiliger zijn. Noem maar op, allemaal dat soort ideeën, best wel waardevol. En wat doet de autofabrikant? Nee, helemaal niets. Gezondheid. Maar al die mensen, al die bezoekers van de Facebookpagina, die hebben wel hun idee daar achtergelaten. Maar waarom? De autofabrikant vraagt, geef ons ideeën. Publiek geeft ideeën. Publiek ziet dat er niks met ideeën gedaan wordt. Dat is helemaal niks waard. Dus je ziet allemaal boze reacties die verschijnen op de Facebookpagina. En dat is gewoon een gemiste kans, als we al de moeite hadden gedaan om onder elk Facebook bericht, die misschien een stagiair in, te zetten van dankjewel voor dit idee. En aan het einde maak je een lijst van wat zijn de 10 meest genoemde ideeën. Dan heb je dus al voldoende gedaan om de moeite die je kan betalen te valideren. Kijk. Bijvoorbeeld de Zero van. Je kan kiezen uit een deze smaak. Dat was je doelpie, noem maar op. En mensen nemen de moeite om dit soort foto's van zichzelf te maken. Een beetje met paint om mee te gaan zitten clearen. En het zelf online te zetten. Nou ja, kan jij je marketingkosten nog lager krijgen dan dat?
Nou, mocht je dat weten, mocht je daar ook eens op weten, hoor ik het graag. Vind je dat een goed voorbeeld van hoe lees je communiceren met klant? Nou, ik. Er waren namelijk 798.000 inzendingen voor chips maken en het publiek mocht maar kiezen uit 3. Klopt, dat is waar. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat je, als je zo'n campagne doet, je moet de keuzes wel afkaderen. Als je als bedrijf een vraag gaat stellen van, ja, aan het publiek, van wat moeten wij doen? Dan krijg je van alles binnen van, ja, je moet de tankhouders gaan maken, je moet er, weet ik veel, tonijnen gaan helpen, je moet er meer mango's gaan eten. Dat zijn de reacties die je gewoon krijgt. Dus je moet wel binnen een bepaald kader hebben waarbij mensen een bijdrage kunnen leveren. En dan kan je zeggen van, ja, is 3 een goede? Of moet het er 5 zijn, of moet het er 9 zijn? Dat is een andere discussie, maar ik ben wel voorstander van dat het een kader is. Ja, maar het selectieproces is toch een doorzicht. Precies. Maar goed, ik denk dat het een beetje een detaildiscussie is. Het basisprincipe ervan is gewoon goed, vind ik. En ook iets wat we moeten doen bij klantcontacten. We moeten het makkelijker maken. En steek me altijd uit de boezem. Als jij naar zilverkruis.nl gaat en je wilt contact met ons opnemen op de website, moet je ook zo'n formulier invullen. Wil je relatienummer weten? Wil je geboorte laten weten? Noem maar op. En dat is eigenlijk, ja, je bent gewoon een drempel aan het opwerpen. Een drempel aan het opwerpen voor mensen die iets te melden hebben. In de hoop dat ze zo min mogelijk gaan zeggen. Want dan moeten wij weer van verwerken. En ja, dan raken we dan bereiken onze doelen van operational excellence niet. Dat kost ons geld. Ja, het kost ons geld, maar het zijn ook wel klanten die waarde willen bijdragen aan wat we willen doen. Uiteindelijk levert dat geld op. En hierin speelt webcare een rol. Waarom? Wat is er zo interessant aan webcare, behalve het online afhandelen van klantvragen? Ik denk niet dat dat het meest belangrijk is. Webcare zorgt ervoor dat je gewoon een groep mensen ergens hebt zitten. Hopelijk bij je klantenservice, maar misschien ergens anders, hangt er van je organisatie af. Die zich er volledig op richten om kleine dingetjes die ze over je vinden op het internet, om daar iets mee te doen. Het kan zijn een vraag beantwoorden. Het kan zijn dat je geen bedankt voor het compliment. Het kan zijn dat de persoon dat je gewoon helemaal niks zegt. Maar bedenk van ja, een klein groepje van onze klant heeft altijd een probleem met deze feature, die set voor ons product. Misschien hoeven we niets tegen ze te zeggen. Maar we hebben wel input gekregen, waardoor we ons product kunnen verbeteren. Dus op dat vlak is webcare het kanaal naar de ultieme focus toe. En het zijn dus vooral van die kleine momenten die je kan analyseren. En daarmee kan je met webcare kan je bouwen aan kleine regelmatige klantcontactmomentjes. Dit is een one-liner, dus volgens Remco Jansen ben ik een guru nu. Dus ik kom ook met de kudos. Nou ja. Dag ook, klantcontactmomentjes. Dat is wel leuk voor Wilfred. Ik speel het niet. Waarom niet? Nou, ik ben al lid van Angry Birds Anonymous. Ik heb enige verslaving ook nog voldoende. Maar laten we ook even eerlijk zijn met elkaar. We hebben geen faxcare. Welk bedrijf heeft zo'n faxcare? Die had ik nog kunnen noemen, ja. Wacht. We hebben geen telescare. Telegramcare. Ja, misschien is het Koninklijk Huis of Telegramcare, maar whatever. Briefkaartencare. Mailcare. Chatcare. VoIPcare. SMScare. Of SMScare. Dat wil ik. Een hele andere hashtag zou een heel ander publiek zou opleveren. Maar dat is misschien leuk voor een andere presentatie ergens anders. Maar waarom hebben we dan wel webcare? Het webcare teams. Dat is het webcare team van ABN AMRO. Dit is het webcare team van Florius. Een paar maanden terug werd ik opgebeld door, zoals namen die noemen,
of ik zin had om een training te geven aan het webcam-team van Florius. Nou, nu ik zo die foto zie, vind ik het wel jammer dat ik het niet gedaan heb, maar Florius is ook een financieel dienstverlener, compleet van Gmail, dus dat mag ik niet van mijn baas. Kan je één ding vertellen? Als ik gebeld zou worden met de vraag van wie het T-Mobile webcare team een training geven? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het tijd wordt dat we webcare niet meer gaan zien als een los kanaal, maar als een regulier kanaal. Net zoals met de telefoon, net zoals met e-mail. Net zoals van ja, mensen komen langs in je winkel en stellen een vraag. Dat onderscheid wil minder gemaakt worden en we moeten stoppen met een aparte silo om webcare in te bouwen. Ik zit te denken van wat is nou een voorbeeld van de meest koude vorm van klantcontact die je maar kan hebben? Een factuur. Een goeie. Maar als je daar dan. Ik vind het niet zo. Dat is wel heel interessant, want ik zag. Iemand zat aan deurwaarder. En ik zag dus een tweet langskomen: is er ook een deurwaarder online? En dan ga je toch afvragen: want waarom heeft iemand op dat moment online een deurwaarder nodig? Ik weet het niet. Maar ik was toch een beetje bang om te vragen waarom het was. Precies weer op mijn gemeente werk. Nee, ik zit. Factuur is een hele goede, want ik zal het echt een stront heel lang hebben. Dus voor mij gangers lastig vallen op straat. Street marketing. Nou, ik weet niet hoe jullie tegenover street marketing staan. Maar ik woon in het centrum van Leiden, dus voor ik een kantoor me bereikt, heb ik ook minimaal 3 goede doelen lastig gevallen. Ik moet er altijd hier aan denken. Hoe zorgverzekeraars dat ook? Ja, schadelijk. We hebben het wat gedaan. Maar ik ben er geen fan van. Ik had trouwens wel laatst een discussie met de communicatiemanager van Oxio. En die zijn wel heel interessant van ja, op zich, inderdaad, je schiet op zich weinig met street marketing op. Maar wat er wel zo is, van ja, we hebben geen winkels, we hebben niks. Dus we hebben helemaal geen klantcontact. Dus we hebben liever geen slechte klantcontact dan helemaal niet. Dus valt het voor te zeggen. Toch ben ik er geen fan van. Ja, ervan uitgaande dat zo iemand die op de straat staat, jouw klanten inderdaad aanspreekt en niet allerlei andere mensen. Want dan is het een heel andere vorm van communicatie. Dat is inderdaad het probleem. Stel, ik loop over straat en ik word aangesproken van, heeft hij al een contract met Atomstroom? En ik zeg ja, maar ik heb een vraag over mijn factuur. Wat zegt zo'n studiemarketeer dan? Bel me met de klantenservice. Ja, maar we praten nu toch met elkaar? Jij staat toch namens dat merk? Ja, maar daar kan ik helemaal niks mee. Hoezo niet? Je spreekt maar aan met de vraag of ik klant ben. En ik zeg ja. Dus ja, dat moeten we niet doen. Maar hoe dan wel? Dan heb ik even een vraag. Als ik jou nou aanspreek op straat, ja. Weet dat jij er mee werkt, vraag je jou, ik heb een vraag om mijn factuur. Wat doe jij dan? Zelfde klantenservice maar. Nou ja, klopt, maar 0900-8435. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar ik ga niet over straat lopen en jou aanspreken en zeggen met van, ben je al met ons verzekerd? Dus dat is wel een verschil. Maar jij hebt volgens mij al een Twitter-profiel of een LinkedIn-profiel op staat, ik werk bij Achmea. Ja. Dus als iemand jou een mail stuurt of op Twitter aanspreekt, nee, ik heb toch een vraag aan Achmea of ik ben het niet helemaal mee eens hoe het behandeld wordt. Wat doe jij dan? Ja, dat is lastig. Ik heb het persoonlijk nog niet gehad. Wel, iemand van ons webcare-team, Pauline, heeft er wel tegen aangelopen. Van dat ze inderdaad aangesproken werd, gewoon op de persoonlijke Twitter-account daarover. Ja, het lastige is dat je er eigenlijk op dat moment gewoon vrij weinig mee kan. Want ja, je spreekt gewoon iemand aan binnen zijn privéomgeving. Dus ja, heel goed mogelijk dat de persoon op dat moment niet de mogelijkheid heeft om jou te helpen, ook al is het een valide vraag. En daarbij zit ik binnen een rol binnen de organisatie, waarbij ik heb geen flauw idee of bepaalde dingen gewoon werken. Ik heb geen flauw idee hoe jouw polis precies in elkaar zit. Dus ik kan jou persoonlijk niet helpen. Het enige wat ik kan doen is jou de juiste kant op te wijzen waar
je wel een antwoord kan krijgen. En ja, dat zou ik dan doen. Maar in de street market die rijden ook ja. niet. Nou. Want hij zegt van, nou moet je klantenservice bellen, want ik weet eigenlijk alleen maar iets over street marketing. Of street marketing. En daar kan ik je verder mee helpen. Maar alle andere vragen. 0900. Maar het verschil is. Het verschil is dat zo'n street marketing een speciaal aan namens het merk. En ik loop over straat en je weet toevallig dat ik daar werk. Ik vind street marketeers en al die andere marketing, dat is vaak vanuit het initiatief ligt bij de zorgverzekering in dit geval. Bijvoorbeeld. En niet bij degene die met de vraag zit. Juist. En dat vind ik ook van webcare is dat precies andersom. Dan neemt degene die de vraag heeft het initiatief. Hè, als ja. Ik wel een traditionele webcare. Maar dat is toch in het geval van sales, dat het eigenlijk het initiatief bij de vraag zelf ligt. Ja, bij sales en marketing wel. Ja. Dus als je dan een vraag krijgt van ik heb een probleem met mijn factuur, dan neem even aan dat de meeste mensen dan wel weten dat jij niet het antwoord hebt op de vraag, maar dat je wel iets voor ze kunt doen door ze naar het juiste loket te verwijzen. Ja, maar als ik een mailtje krijg van een bedrijf, dan kan ik waarschijnlijk niet eens een reply sturen. Als ik dan een vraag heb op dat. Vind ik altijd wel ergerlijk als ik inderdaad zie dat er een e-mail verstuurd wordt vanaf het adres. Do not reply, aanstaartje, bedrijfsnaam. Mag geloof ik überhaupt niet, toch? Wettelijk mag het volgens mij niet. Want op 1 januari mag het niet meer. Is dat zo? Ja, dat is dan zo. Van de dat is wel mooi, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Zou je dat vragen? Nee, ik ging over dat het inderdaad niet meer mag op 1 januari. Hartstikke goed. Maar het gebeurt toch wel? Ja, voor consumenten. Het gebeurt wel, maar het mag niet meer. Je mag het niet te hard rijden. Ja, je kunt natuurlijk do not reply at apple.com doen, maar je kan dat vervolgens wel aanmoedigen. Dan mag ik wel. Maar ik denk dat het inderdaad het alleen doen mensen niet. Het probleem in de situatie is dat het verstuurd wordt vanaf op sales@bedrijf.nl en je mailt terug en er wordt niet gereageerd. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is reputatieschade, dat boeit eigenlijk natuurlijk niet. Zo niet? Nou, in zoverre, als daar niemand op reageert, dan steekt het aan de bedrijfskant niet goed in elkaar. Nou ja, als je iets promoot en vervolgens reageren mensen, die reageert daar niet op. Ja. Hoe zou jij dan zo'n situatie... Nou, ik heb daar nog eens geprobeerd. Ik heb een blogartikel geschreven op de site van mijn werkgever. En daar reageerde iemand op. Ik had het gepromoot in een tweet. En via een andere tweet reageerde iemand op dat hij ontevreden was met hoe een vraag van hem voorheen was afgehandeld. Ik denk dat ik dacht van nou, dan heb ik nou iemand anders te pakken. Ik kan misschien wel mijn probleem oplossen. Dus ja, ik leid dat dan in de organisatie verder. En zorg dan in een offline kanaal dat er geholpen wordt. Ik bedoel, als je ergens bij een organisatie werkt en je wordt aangesproken namens je organisatie, denk ik dat dat toch het minste is wat je kunt doen. Ja. Ik denk sowieso, als je namens welk bedrijf of organisatie dan ook op Twitter zit, dan nodig je daarmee uit dat mensen jou als zijnde van die organisatie aanspreken. En dat je ook de vragen die je krijgt, die het juist kan aanleiden, inderdaad, net zoals Paul zegt, waar het ook om gaat. Je hoeft mensen nooit zo'n antwoord te laten zitten. Nee, eens. Ik bedoel, ik heb in mijn Twitter bio staan dat ik bij Achmea werk. Ik heb het nog nooit gehad trouwens. Ik denk dat het verschil ook is dat die streetmarketeers vaak studenten zijn die via uitzendorganisaties voor een bedrijf werken. En die dus eigenlijk helemaal niet bij het bedrijf werken, die hebben gewoon een jasje aan. Ja. En daar zit een enorm verschil. Want er zit ook een heel grote groep van streetmarketeers die het op dezelfde manier doen als wat wij net aangeven. Maar daar gaat het dus wel mis, dus dat je namelijk een groep die inzet. Als vertegenwoordigers van je merk, die eigenlijk helemaal niks met je merk hebben. Ja, dat zie je dus, nu al bij alle productieinstellingen. Onderaannemer. Je krijgt op een gegeven moment een auteur in de zaak die zegt, kom keihard, die iets aansluit, die zegt, ik heb gisteren een training gehad. In plaats van de KPN die je pensioen daar gaat verdienen. Precies. Maar dat zal het eeuwig bakje zijn waar bedrijven met operational excellence naar in zitten. Klopt. Dus ik denk, ik ben van mening dat we van operational excellence af moeten stappen als het heilige doel. Maar klanten wel toch wel goed geholpen worden? Ja. En dat is dan toch het operationele, wat een binnendienst, het online zijn, of wat ik
kanaal Jan zit waar een probleem terechtkomt. Dus iemand moet dat ook gaan lossen. Ja. Dus dan blijf je toch, je moet wel blijven excelleren als bedrijf. Je moet toch wel blijven presteren. Want alleen een klantencontactje, daar kom je er niet mee. Je moet wel, je dienst neer kunnen zetten. Nou, dus, misschien is dat even mijn fout. Wie van jullie kent de term Operational Excellence? Dat zeker. Best wel een grote vraag, zeker. Operational Excellence, dat is het bedrijfsproces zo inrichten, dat het zo laag mogelijk zijn. Oké, Het is goedkoop. Ik heb nog ooit bij Wish gewerkt en dan moest ik, dat is het hele oude ISP, dat was de eerste die riep het kan ook gratis. En in die tijd hadden wij 24 uur helpdesk en daar kwamen mensen echt met hun computer aan. Die werd al gemaakt. Ja. En dan werd de printer ook nog aangesloten en dan gingen ze in de auto naar huis. Dat was in 1999. Ja, dat is voorheen. Dat was mijn eerste internetprovider. Ik bedoel dat is een idee, weet je. Hoe moet het dan wel? Ja, ik weet het ook nog niet. Dus Webcare, wat is de volgende stap? Ik ben heel erg benieuwd. Als je als bedrijf alles goed op orde hebt, dan heb je er helemaal geen webcam nodig. Nou, er is nog eentje, als je geen klant hebt, dan heb je ook geen webcam nodig. Maar even een klein voorbeeld, heeft iemand ooit het webcam-team van Apple tegengekomen? Heb je dat ooit tegengekomen? Nee. Omdat je design. Ik denk geen Apple. Ja, maar ik zou die zeggen dat Apple het goed op orde heeft. Hebben zij het nodig? Zeg? Hebben zij een webcam-team nodig? Denk ik. Dat denk ik wel, ja. Nee, ja, in zoverre, ze zijn het duurste bedrijf in Amerika sinds vandaag. Dus dat, dat niet, maar het zou, had ze wel kunnen helpen inderdaad. Maar daarom heb je al die APX in heel de wereld zitten, die preferred resellers die dat juist oppakken. Maar ja, prima. Dan heeft Apple het toch eigenlijk wel perfect ingestoken, want wat zij hebben laten liggen worden over volledige nieuws. Opgepakt. Ja, en zijn ook zorgen af te maken. Ja, maar ze hebben het wel nodig. Apple heeft wel een bepaalde vorm van webcam, want je ziet dat als op bepaalde sites bepaalde negatieve aspecten van de producten goed in het licht worden gezet, dat ze daar wel meteen actie op ondernemen en communiceren. En bij hun eigen forum hebben ze ook een eigen webcam. Ja, maar gewoon een stil webcam-team inderdaad. Nee, binnen het eigen forum hebben ze geen kapaste medewerkers. Daar hebben ze FaceTime van ontwikkeld. Ja. Het is wel zo geweest dat er toen er heel veel klachten waren over de vorige update van de iPhone. Toen werden dus mensen persoonlijk benaderd door mysterieuze, ja, ik wil niet zeggen witte pakken, maar anonieme personen. En die hebben gevraagd, hoe kun jij dit programmaatje installeren op jouw iPhone? En dat een maand draait, dat we met jouw data mee kunnen kijken om, om het probleem op te lossen. Dat doen ze niet publiekelijk, maar dat, ja, uiteraard, ze lezen waarschijnlijk gewoon de UDID uit van de iPhone. En ze weten precies waar iemand woont, wanneer die wakker is, et cetera. Dus ze kunnen hem sowieso wel benaderen. Dus zo doen zij het. Zij doen het op de achtergrond. Een soort CIA, FBI-achtig, ook in die op-top webcam te bieden. Dus misschien ook wel slim, als ze dat zo gaan, dan openen ze natuurlijk wel een enorm wereldwijd kanaal om met Apple in contact te komen. Ja, ja, ja. En dat moet je dan wel op een correcte Apple manier verwerken, anders moet je er niet aan beginnen. Ja, maar het past wel in een bedrijfsstrategie. Apple is van product leadership. Dat betekent dat customer intimacy en operational excellence minder belangrijk zijn. Dus heb je een heel ander soort klantcontact. Oh, ik acht Steve Jobs er arrogant voor genoeg voor, omdat hij gezegd heeft, wij zijn het beste product, dus wij hebben dat niet nodig. Maar de grap is dat Steve Jobs gewoon kon mailen steve@apple.com en met enige regelmaat had hij daar wel een reactie op. Ja. Een reactie over dat mijn, denk ik, van misschien 4 woorden was. Ja. Ook knap. Ik vind het zo mooi. Nou ja, dat vind ik nog de beste webcam die er is.
dat de grote baas zelf in 4 woorden jouw e-mail van misschien wel 2 kantjes kan beantwoorden. En dat je ook tevreden bent en iedereen laat zien, heeft mij in 4 woorden geantwoord. Nou ja, wil je hebben? 4 woorden in 6, maar wat daar van je meespelen was van je. Nou, kunnen we niet meer proberen natuurlijk. Maar je stuurde een mail naar de oprichter, de CEO van het bedrijf. En dan stuurde een mail naar je terug. Dus de behoefte die je had als klant om gehoord te worden over het issue waar je blijkbaar de behoefte had om dat te kansen op te stellen. Dat is beantwoord. En ik denk dat het misgaat op het moment dat niet beantwoord wordt. En we weten allemaal dat Steve Jobs een salaris had van $1 per jaar. Dus wat dat betreft goedkoop is het ook. serieus trouwens, even die De CEO's van BlackBerry waren dan blijkbaar bij elkaar 2 keer zo duur, want die hadden ook een salaris van $1. Het is een waar stuk waard, natuurlijk. BlackBerry is onder hun hele groot geworden, dus ik heb geen BlackBerry. Ik kan over de kwaliteit van het telefoon ook helemaal niet vrij zeggen. Ik werk bij een korting, heb geen BlackBerry. Maar dat hoeft dus niet per se iets te zeggen. Wie heeft nog meer toe voor wie durft nog een visie te geven van hoe? Dat is een hele mooie visie gecombineerd door Gary Vaynerchuk. Die noemt het de volgende stap humanization of business. Eigenlijk het idee van het winkeltje op de hoek. Zoals zijn opa een wijnwinkel had, die klantenbinding, die zou weer terug moeten komen. Wat je net operational excellence noemde, dat noemt hij de dark ages of customer service. Daar ga ik verder mee. En humanization of business, dat is denk ik ook wat jij net in het begin noemde. Op het moment dat jij regelmatig contact hebt, dan heb jij een beter gevoel bij dat bedrijf of dat merk. En dan de vraag is, welke bedrijven hebben dat nodig? Eigenlijk heeft dat misschien niet nodig, maar heel veel andere bedrijven wel. Dan kun je het realiseren of als dat in een bedrijfsstrategie dan moet inpassen. Maar als klant of als eindgebruiker, vind ik dat zelf heel erg prettig als je op die manier ook met grote bedrijven in contact kunt komen. Dus het is een beetje een mooi verhaal zoals je neerzet, maar in de essentie ben ik ook gedaan. Maar ik denk dat het ook nog wel de uitdaging is, van als je daar kijkt, is dat heel veel dingen zijn gewoon best wel onder. Heel veel dingen over nadenken zijn best wel onder. En dat is eigenlijk benieuwd naar zijn, dus van ja, wat kunnen we extraheren uit die onderheid? Ik denk dat als je kijk nou even naar zorgverzekeraars of kijk naar de UPC's van deze wereld, hè, ook allemaal hetzelfde. Terecht wat je zegt, hè, hoe meer je operational excellence doet, hoe meer je hetzelfde bent. Maar daar zit uiteindelijk wel een mogelijkheid om dan webcare in te zetten als je eerste stap naar customer intimacy. En je daarmee te onderscheiden van de rest. En juist. Maar draait het dan om die kleine momentjes of draait het toch nog altijd om dat mensen zichzelf speciaal doen? Want een frequent momentje, iedere week, dat dit voorbij komt, kan wel minder betekenen dan een verjaardagskaartje, om het zo maar te zeggen. Klopt. Ja. Wat zit daar, hoe zie jij dat? Het draait om communicatie. Op het moment dat je wat te melden hebt, wil je daar een antwoord op krijgen. En of het nou een klacht is of een compliment, je wil dat iemand binnen de organisatie die je probeert te bereiken, daar een inhoudelijke reactie op geeft. En niet van, fijn dat je klant bent, hier heb je een onderstand nieuwsbrief. Nee, dankjewel voor je reactie en we gaan proberen dit voor je te doen. Ja. Zeg je te wachten op een kerstkaart of een verjaardagskaart van je zorgverzekeraar? Nee, kerstkaart, verjaardagskaart, ik heb geen idee. Maar wel op die speciale momenten die voor mij van toepassing zijn dat iets gebeurt. Kan ik me voorstellen bij de zorgverzekeraar, mocht ik een keer in het ziekenhuis komen te liggen, dat ze mij een wetenschapskaartje toesturen of iets in die trant. Nou, bijvoorbeeld, dat kan een voorbeeld doen. Ik denk dat de uitdaging die je dan hebt als bedrijf is van ken je klant en weet waar je klant behoefte aan hebt. En dan kan je een vraag invullen. Na 10 jaar CRM moet dat toch aardig lukken, hoor. Zeker voor wat grote bedrijven. Nee, nog niet. Maar ik verwacht dat de volgende stap zal zijn dat de webstrategie inherent onderdeel moet zijn van de gehele bedrijfsvoering. Als je kijkt naar de jonge mensen die nu aan het werk gaan, die zijn allemaal thuis op Facebook, Huis, Twitter, etc. Op het moment dat je een bedrijf hebt van pak meer dan 1000 medewerkers, dan zou je een CRM-systeem moeten hebben dat wie dan ook van je bedrijf via een derde kanaal benaderd wordt,
dat die dat in het CRM kan introduceren en dat degene die uiteindelijk verantwoordelijk is of het probleem kan oplossen, direct contact kan opnemen met of degene die de ambassadeur is naar die betreffende klant, of direct naar die betreffende klant. En dat op die manier verspreid je het eigenlijk over alle mensen in je organisatie, heb je geen extra druk erin. En kun je alsnog gericht en snel werken en snel ook bijvoorbeeld escalatietrajecten instarten. Ja, heel mooi. Misschien is het een gedachtekronkelhoor, maar Achmea is natuurlijk de naamgever van Ontzorg. Achmea Ontzorgt, al jaren geleden. En als je kijkt naar de verandering die er in communicatie heeft plaatsgevonden, van heel erg zendergericht communiceren naar ontvangergericht communiceren, dan is de term webcare op zichzelf heel erg vanuit de zender gericht. Dus als je het over care hebt of over zorg, en van waarom zit dat Ontzorgt, dan niet in de naamgeving van het team dat daarmee bezig is. Ja, ik probeer hem daar even in te vouwen, het web ons care team. En het is de gedachte. Ja, ik ben het wel met André eens. Een heleboel van de dingen die wij verzinnen vanuit het bedrijf zijn altijd vanuit de ivoren toren naar de klanten. Als je die gedachte eens omdraait, kom je misschien tot nieuwe mogelijkheden. Dus als je daarin doorgaat, en jij noemde het over kleine contactmomentjes, die je misschien één keer in de week of 12 keer per jaar, als mijn zaakjes met mijn zorgverzekeraar goed geregeld zijn, dan hoef ik alleen maar met hem contact te hebben op het moment dat ik een klacht heb of iets opgelost wil zien, verder niet. En ik denk dat het voor de meeste bedrijven geldt, op het moment dat het fout gaat, of je een klacht hebt, dan moet het opgelost worden. En dan moet het ontzorgd worden, het is een draak van de term, maar dat moet wel gebeuren. Kijk, je moet oppassen dat je niet zo ver gaat als dat je mensen bij voorbaat al gaat helpen. Als ik bijvoorbeeld op maandagochtend zeg van ik heb last van mijn linkerknie, zou ik erg eng vinden als mijn zorgverzekeraar via het web contact met mij opneemt en zegt van dan moet je dit of we hebben een aanbieding in dat of... Dat is geen marketing tool. Je moet wel reactief blijven. Ik ben daar niet aan de kerk geïnteresseerd. Ja, maar de vraag is of webcare een marketing tool moet zijn of een klant contact worden. Dat ligt aan je organisatie. Ja. Ja. Je kunt het misbruiken, maar ik denk dat je het goed doet. Als je het goed doet in je klantcontact, dan ga ik wel zeggen dat je het goed doet. En dan maak ik het de marketing tool. Yes. Ik wil Andy hartelijk bedanken. Ja. Auto bij de sheet van de zeepkist. Ik kom daar bij daar voor jou. Hij heeft op zijn laptop staan. Oh, de zeepkist staat hierop? Waarom? Op het stipje hier. Ja, ik vind het heel goed van je dat je de brandvermelding erbij hebt. Ik moet hierop zetten. Maar eerst dat ik het zie. Er is nog een vraag trouwens, of de sheets live komen te staan. Slideshare.com/andyhoek. Ik moest even voor een aantal folks die de juiste attributie aanbrengen en heel even de linkjes geplaatst. Ja. Zodra ik dat gedaan heb, dan komt er een slideshare. Ik hoop dat je nu een hele naam voelde gaan proberen te openen. Als het goed is, een goed gevulde zeepkist. Ik weet niet of ze allemaal aanwezig zijn. We hebben maar uur links. Het kan zijn dat hij wel wat later aanraakt, maar dat kan ook al. George, 90 seconden en nou het is. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is, zoals al gezegd werd, Mario Jolings. En ik heb me aangemeld voor de zeepkist pitch, omdat ik met jullie een anekdote wil delen. Een anekdote die raakvlak heeft met het thema webcare. Ik schrijf veel columns, ik vind het ook leuk om ze op verzoek te schrijven. Dus mochten jullie geïnspireerd raken, jullie weten me wel te vinden bij de boren. Ik ben Groen op het gebied van marketing en social media. Iedereen weet, velen weten, die in de zaal zitten, wie groen is en flink doorgroeit, zal later goed te plukken zijn. Of valt van de boom af en ligt op de grond.
Stel dat je als vrucht op de grond ligt en je wordt aangevreten door meelwormen, is dat dan een ramp als je op je buik bent gegaan? Als je mij vraagt niet. De pit en de kern vinden een weg naar de vruchtbare bodem en groeien opnieuw. We gaan verder. Genoeg over hoevenierspsychologie. We gaan verder met thema. De waarschijnlijke Polonaise. Op een verlaten marktplein zit een man op een bankje. Ik zie de man zitten, versteend. Het lijkt alsof er een nieuw standbeeld is geplaatst, maar aangezien we in een recessie zitten en er veel bezuinigd wordt, lijkt me dat heel sterk. Ik loop met de hond naar de man toe en ga naast hem zitten. Gaat het nu allemaal goed komen? Vraag ik hem. De man zucht. Nou, ik ben nogal aan het nadenken geslagen over mijn Facebook-status. Op het moment dat hij dat zegt, begint de hond een spontane hoop stront te schijnen. En geen gewone hoop stront, nee, het is een perfecte hoop stront. Een hoop die normaal was getekend zou ik in de goede comic. De man zucht dieper en zegt, ik vraag mij af wat men ervan vindt. Wat men ervan vindt. Daar draait het om, wat men ervan vindt. Als je mij vraagt, lijkt me dan duidelijk hoe ik sta en kijk naar de publieke opinie. Maar toch heb ik een zak met plastic zakjes, rode plastic zakjes bij me. Ik doe mijn handschoen aan en ik graaf die hoop op en ik gooi hem weg. Rotzooi opruimen, dat doen we allemaal op onze eigen manier. Want wat vindt men eigenlijk van mijn BV? Het is namelijk zo dat er ook mensen zijn die zouden op de slakjes stooien en zij voegen er boven toe. Door ze naar zichzelf te kijken, kan je afvragen. Maar ze hebben wel een punt. Een punt waarop je verder moet gaan. Ook met hun moeten wij samen de Polonaise lopen. Brabant, Rambergat, voilà. Dankjewel. Bart van den Berg. Ja. Moet het net al? Ja, dit is heel leuk. 3 minuten 47. Ja. Ik werk bij een online bureau in Os. Zit daar een online bureau? Ja, in Os zit een online bureau. We maken hele leuke dingen, vinden we zelf. En elke keer als ik in Amsterdam kom, dan krijg ik gewoon een aanhaal van creatieve industrie, moet je toch echt in het noorden zijn. En dat is natuurlijk een lang achterhaald concept. Maar wat wel klopt is dat wij in Brabant nog te weinig met elkaar praten. Te weinig met elkaar samenkomen om kennis en ervaring te delen. Daarnaast is het ook nog zo dat wij Brabanters erg bescheiden zijn van karakter. Helaas niet snel van de toren over hoe we dingen kunnen doen. Nou is het zo dat ik in een clubverband of in een groepverband met een hoop fanatieke mobiele ontwikkelaars samenwerk. En we kwamen tot de conclusie dat het zijn ongelooflijk veel gave dingen wordt ontwikkeld, maar je ziet het nergens. Je hoort het niet en het wordt niet gedeeld. Dus wij hebben het idee bedacht om een mobiel event te organiseren, dat heet Mobile Down South, 10 mei 2012 op de Strijk S bij Seeds to Meet. Het evenement is bedoeld om developers, designers, mobile marketeers, merken en creatieven bij elkaar samen te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen. Het is geen marketing gepraat, we gaan gewoon lekker samen dingen maken, kennis en ervaring uitwisselen. Dat wil zeggen dat er sprekers zijn die iets technisch kunnen vertellen, dat er marketeers zijn die kunnen vertellen van ik heb vast een idee van hoe gaan we dat vertalen naar een app. En er zijn mensen die het gewoon gezellig vinden om op zijn Brabants kennis en ervaring uit te wisselen. En jullie als SMC'ers zijn super sociaal. Dus als jullie geloven in dit concept en jullie vinden het gaaf om ook jullie kennis en ervaring te combineren, dan nodig ik jullie uit om vooral te vertellen over het Mobile Down South verhaal. De site te volgen, www.mobiledownsouth.nl. Die verwijst nu nog naar Twitter, maar over anderhalve week ook echt een site. En @mobiledownsouth voor alle laatste nieuws. Dat is mijn vraag. Oh, het is een Het is een non-profit evenement, dus we proberen de kosten te dekken.
Als je ideeën hebt, of je hebt sprekers, of je hebt mensen die het kunnen bijdragen, het liefst natuurlijk een vol verzorgd Brabants evenement organiseren, dat wil zeggen dus inclusief drank, drank, en drank. Dat is het. #mobile. Is dat toevallig? Ja, we zijn precies op tijd. Goed. Ja, we zijn wat zijn naast op de valreep? Nou, waar kom ik nou binnen? Goedenavond. Ik heb 90 seconden volgens mij, hè? Ja, maar... Ja, ik heb een tijdje voor de deur gestaan, ik heb het misgedaan, dus laat. Ik heb geen voorbeelden gehad, dus ik ga proberen in 90 seconden jullie te vragen eigenlijk om mee te doen met iets wat ik probeer op te starten. Eigenlijk heb ik gewoon beta-testers nodig. Dus dat is mijn vraag, daar ga ik dan eventjes kort over hebben. We hebben een app gemaakt en bedacht, eigenlijk al een hele tijd geleden. Alleen we maakten nooit apps, maar het bleef maar in mijn hoofd zitten. En het ging om, om eigenlijk het volgende. Het is een soort reputatiemanagement. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten van sites waar je persoonlijk je eigen reputatie kan meten. Cloud.com bijvoorbeeld. Daar log je in en dan krijg je zo'n grafiekje. En die telling die is op zich ondoorzichtig, maar het is best leuk om af en toe eens je grafiekje te zien. Stelt het nou wat voor? Ja, ik weet het niet precies, maar ja, je krijgt weer een punt extra. Je wordt af en toe eens uitgenodigd door iemand, dan krijg je weer een plus K en dan ben je weer heel blij. Dus op zich, reputatie kan je al meten, kan je al monitoren, krijg je al grafiekjes van. Dat doen personen. Bedrijven doen op zich datzelfde en die betalen ontzettend veel geld voor reputatiemanagement, dashboards, webcare. Doen daar ook grafiekjes, maken ze daarvan. Maar dat doen ze structureel op basis van hun corporate accounts. Een corporate Twitter account, een corporate Facebook account, een corporate weet ik veel wat. En dan allemaal hashtags en steekwoorden, daar zoeken ze dan ook de metingen van. En dat is een corporate top-down. Aan de ene kant is spielerij, de andere kant is een beetje rare management dashboarding van social media. En ik dacht, ja, een bedrijf is volgens mij, of een collectief, of een groep, of een voetbalteam, is eigenlijk het collectief van individuen. Kun je niet op een of andere manier een groep van mensen samenbrengen, daar de reputatie van meten, kijken wat ze doen en wat ze laten, en dat samenbrengen tot één grafiekje. Dus ik, even heel simpel, ik meld me aan, ik voeg mijn Twitter, mijn Facebook en mijn LinkedIn toe. Ik twitter eens af en toe eens wat en doe, en dat wordt gemeten. Dat doet iedereen. En vervolgens maak ik een groepje, alle mensen die social cardio leuk vinden, daar maak ik een groepje van. En dan zeg ik tegen iedereen van, joh, zet dat alsjeblieft ergens in een profiel en ga daarover wat vertellen. Wat je wil, ik wil wat jij wil, moet je vertellen. En dat meet je dan. Dat is één groepje. Tweede groepje kan mijn voetbalteam zijn. Derde groepje kan liefhebbers van design zijn. Vierde groepje kan een corporate groepje zijn, mijn bedrijf. En dan kan ik dus opeens meten hoeveel buzz eigenlijk mijn groepje, eventueel met zijn deelgroepjes, bereikt. En dan kan ik dus ook eventueel kijken, jongens, we hebben een flatliner, er gebeurt niks rondom ons, kunnen we niet iets doen? Is er zo weinig te zeggen? Als dat zo is, dan is het zo, maar Allah. Nou, eigenlijk dat principe, je bent de reputatie van je medewerkers en daar het collectief van. En je kunt dat monitoren, je kunt dat managen en je kunt ook mensen vragen om actief te zijn. Daar hebben we een app van gemaakt. En die app is net af. Deze week hopen we hem gewoon netjes in beta live te krijgen. En dan heb ik eigenlijk mensen nodig die het misschien leuk vinden om daar eens mee te oefenen. Mee te testen. En als ze dat leuk vinden, dan doen ze mee aan de beta-test. En als die beta af is, dan gaan we hem live brengen. En het leuke is dat een collega, een oud medewerker, die is nu in Silicon Valley. Die is daar zijn eigen droom aan het najagen. Maar die heeft wel ontzettend veel zin om als hier iets mee te doen is, om dat daar eventueel ook te pitchen. En dan kan het misschien wel een serieus ding worden. Nu is het gewoon leuk spielerij, beta testen, maar wel met een idee. En dat is het plan. Dus, that's it. Waar kunnen we aanmelden? Sign up
www.cardioapp.nl. Beetje raar naam. Maar ja, dat is het nou eenmaal. Je kan ook mij eventueel twitteren, @arts118. Dat ben ik. En ik geef altijd antwoord. Dus als je wat wil weten, dan kun je het daar achterlaten. En de mensen... Gooi de links op de site. Hey. Absoluut, hartstikke goed. Het is een telefoon-app. Het is een iPhone. Alleen op iPhone, op dit moment nog beschikbaar. Ja, excuus. Dat is de eerste. Ik doe nog best. Wat is het fout? Nou, maar ik ben niet helemaal dom, want KLM wil ook meedoen. Jumbo Supermarkt wil ook meedoen. SCDO wil ook meedoen. En dat zijn in ieder geval de corporate testers. Dus we proberen best ons best te doen. Dankjewel. Ik wil helemaal woord geven. Gaan we pauze houden? Nee, we gaan pauze houden. Nee. Tot 10 uur. Oké, ik ga crowdsourcen. Wie wilde nu pauze? We kunnen tot 10 uur doorgaan. Met gratis tools. Ik ga het dus niet hebben over het hoe en waarom van Webcare. Ik wil nog wel een paar dingetjes over zeggen. Ik liet net al vallen dat ik ooit begonnen ben bij Wish, Worldwide Internet Services Holland. Ik weet niet hoe lang jullie al op internet zitten, maar dat was in de tijd dat je nog 30 euro of 30 gulden moest betalen om in te mogen bellen. Nou, Wish was de eerste die riep, het kan ook gratis. En wat ik daar aan Webcare gezien heb, dat was eigenlijk heel erg apart, want toen ik daar begon, toen deed de oprichter, directeur, dus de technisch directeur en commercieel directeur, deed je van zaterdagavond 12 uur tot zondagmiddag 12 uur de helpdesk. Met z'n tweeën. En wat je daar ook ging doen, dus of je nou corporate was, of je ging sales doen, of je ging iets anders doen, je begon daar op de helpdesk. En alles wat je over helpdesken gehoord hebt in die tijd, het klopt. Ik heb het echt meegemaakt dat mensen zeiden van klik op die kummer van het bureaublad, en dat mensen echt zo tegen het beeldscherm. En Apple heeft wel Webcare. Mijn tweede ervaring met Webcare is toen ik bij Tiscali werkte, was ik verantwoordelijk voor het forum daar. En ik zag in het forum, daar hadden we een internetgedeelte en Tiscali verkocht een hele hoop producten. Ik was verantwoordelijk voor Tiscali en One to Move, de portals. Maar Tiscali verkocht een hele hoop producten en een van de producten die wij daar hadden was een portal. En die portal had een forum zoals elke ISP in die tijd een forum had. En je zag daar in het internetgedeelte dat onze klanten elkaar aan het helpen waren. Maar ik was eindverantwoordelijk voor dat forum. Op de tijden van de dood van Tim Fortuyn en Theo van Gogh. Dus ik ben voor alles uitgemaakt wat ooit over journalisten en mensen die ergens verantwoordelijk voor zijn. En zeker webcare teams ben ik uitgemaakt. Van ultra-linkse journalist tot extreem-rechtse neonatie en alles wat daartussenin te vinden is. Maar wat ik daar ook zag, was van, het is wel heel leuk dat onze klanten met onze producten bezig zijn. Want die zijn eigenlijk allemaal op zoek naar pagina's binnen de online helpdesk gedeelte. Maar die kunnen ze niet vinden. Toen heb ik een half jaar lang moeten lobbyen bij de directie en bij het management om uiteindelijk tweede lijns en derde lijns helpdesk medewerkers, en ik weet niet of jullie weten hoe helpdesken ongeveer in elkaar zitten. Eerste lijns helpdesk, als je de telefoon pakt, dat zijn de mensen die economie studeren, maatschappij leren, alles behalve iets met computers. En die hebben een scriptje voor hun op een computerscherm en die vinden al de vraag met, zit de stekker erin?
dat soort scriptjes lopen die mensen af. Dus tweede lijns en derde lijns helpdesk medewerkers onder het auspiciën van Abuse. En Abuse is het team wat samenwerkt met de politie als er dingen onderzocht moeten worden. Dus die hebben ook wel enigszins verstand van zaken. Die heb ik toen eigenlijk geïntroduceerd als webcare team. En dat was in 2012 ongeveer, met die andere term. Maar sindsdien ben ik hele andere dingen gaan doen. En een van de dingen die ik tegenwoordig doe, zijn deze. Mijn naam is Jan Kouwenberg, mijn bedrijf. Ik blog voor Twitter Media, daar kennen een hele hoop mensen mij waarschijnlijk van. Ik ben hier ook elke keer, ik ben regelmatig bij SMC037. Edelman, die had mijn handle name, ik vervolg het niet automatisch terug, dat is niet te doen. Herman Kouwenberg, herman.kouwenberg, gmail.com, mijn e-mailadres. En als je iets meer over me wil weten, dit is een heel goed startpunt. Webcare met gratis tools. Webcare is eigenlijk luisteren naar. Maar luisteren naar is leuk als je anoniem aan het luisteren bent. Want anders moet je ook reageren op. En reageren op heeft alleen maar zin als je mandaat hebt. Want zonder mandaat heeft de webcare team absoluut niks te zeggen. Dan is de webcare team in mijn ogen niet meer als het eerstvolgende bandje van u heeft een dingen, er zijn zoveel wachtende voor u. Wij kunnen niets voor u doen, u kunt net zo goed ophouden. All animals are equal. Dat is voor mij sowieso voor een webcare team. Webcare teams die werken met cloud scores zouden voor mij regelrecht pek en veren en op straat en doe er maar mee wat je wil. Beloof niets wat je niet waar kunt maken. Want als je iets belooft wat je niet waar kunt maken, dan gaat het terugslaan. Dus beloof alleen maar dingen die je waar kunt maken. Dat is even hoe ik webcare zie. Maar we gaan wel nu even kijken naar hoe doe je dat. Er zijn voor grotere bedrijven zijn leuke projecten, de grote pakketten die perfect in de gaten houden. Je kunt koppelen met CRM-teams of CRM-software. En dat is allemaal heel leuk en aardig, maar uit mijn ervaring bij de SMC's is dat er een hele hoop ZZP'ers, of zoals ik ze liever noem, ZP'ers zitten. Dus die hebben met die projecten als Radiant 6 weinig te maken. Andere Nederlandse, overigens die ik nu noem, er zijn er weinige pakketten die in staat zijn om Nederlandstalig sentiment te meten. Een Amerikaans bedrijf dat Nederlandstalig sentiment meet. Ik heb het nog niet goed gezien, dus Engager is een Belgisch bedrijf, die werkt ook met het Nederlands taal. Cousteau, als je daarin geïnteresseerd bent, is een Nederlands bedrijf, zit hier in Eindhoven. Ja. Thierry kan je er vanaf morgen alles over vertellen. Ja, bij prijsbaarheid of zo. Ja? Goede ervaring ermee? Ja, zeker. Zeker ook met sentimentenanalyse. Nou, wat ik het goede aan Cousteau vind, is dat ze eigenlijk de sentimentenanalyse niet zo heel hard erin hebben gezet. En je ziet dus dat 70-80% altijd op neutraal staat. Mm-hmm. En alleen maar als het echt duidelijk is, dan wijst er een duidelijk sentiment aan toe. Maar persoonlijk, ik vind sentimentanalyse binnen het kader van webcare service niet zo belangrijk. Nee. Nou, het zou bij je return on investment, zeg maar, geaggregeerd zou het iets kunnen zeggen. Maar ja, het is op individueel niveau denk ik niet. Het is een argument om een budget los te krijgen. Ja. Maar je moet geen lijn beslissen. Nee, dat zeker niet. Andere Finchline is ook redelijk nieuws van Ouders Home uit Utrecht. Ouders Home is een knipseldienst van oudsher. We waren al gewend om allerlei dingen in de gaten te houden. En wat dat betreft is monitoring een erg leuke extension van je life to business. En de laatste twee weken is ook voor ons heel interessant voor de ZP'ers uitgekregen gratis versie. Dit is de gratis versie van Cousteau. Dit is wat je te zien krijgt bij de samenvatting. Maar ik loop een beetje. Dit is de versie van de Cousteau, maar ik wou hem een beetje interactief maken. En er dus ook naartoe gaan. Ik hoop dat ze sneller zijn dan de vorige keer.
Want je kunt hier namelijk ook de sentiment van activiteit meten. Dit is echt ja, laten we eens. Deze presentatie komt ook online te staan. Dus vanaf morgen kunnen jullie die linkjes er zelf bij halen. Een andere gratis tool, Finchline, is dus van Howard's Home, of Mr. Howard. Wat is het precies, Howard's Home? Howard's Home. Ja. En die is ook weer in staat om voor jezelf al heel leuke dingen te doen. Maar de gratis tools waar ik eigenlijk meer op wil kijken is Google Alert. Google Alert is een van de eerste die je voor jezelf zou kunnen instellen. Daar kun je al een hele hoop dingen mee doen. Twitter Advanced Search. De meeste mensen kennen Twitter Search wel. Wie van jullie is wel eens dieper gedoken in de mogelijkheden van Twitter Advanced Search? Nou, er zijn er toch een aantal. Met Twitter Advanced Search zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, iedereen die in de omtrek van 35 kilometer rond Eindhoven iets te zeggen heeft over ik heb honger, wie weet er een leuk restaurant. Als je erover te horen kan werken, is dat heel interessant om te weten. Topsy, tot voor kort had Google een aansluiting op de pipeline van Twitter. En kon dus real-time best wel goed analyses uitvoeren en zoekopdrachten verwerken. Maar sinds ze daar niet meer voor betalen en sinds overgeschakeld zijn op Google True World, nee, Google Plus Your World Search. Is het adagium Don't Be Evil, wat Google altijd in zijn subline had staan, is voor het een beetje in vraag gekomen. En ik weet niet hoe lang ze het nog vol gaan houden. Ik ben bang dat ze het. Ja, ze hebben heel veel macht, ja. Maar op een gegeven moment, als de consument er echt genoeg van krijgt, dan komt het probleem. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel tools die wij kunnen gebruiken. Een andere tool die ik recent tegengekomen ben en die ik nog niet kende, ik heb er op Twitter Mania over geschreven, dus het kan zijn dat iemand het gelezen heeft, is iTweetLive. Die vind ik wel leuk. En een van de betere, als je het in de grote massa wil kijken, wat er allemaal over je gezegd wordt, is Social Mention. En Twilight, en ik heb de hele dag ben ik bezig geweest om Twilight werking te krijgen, maar ik krijg de hele tijd via Twilight te mensen dat het veel real is. Google meldingen, zoekopdrachten, type resultaten, hoe vaak kun je hier echt heel erg nauwgezet dingen voor jezelf aanmaken. En je kunt allemaal verschillende opdrachten aanmaken. Dus je kunt op verschillende zoektermen kun je opdrachten aanmaken. En elke keer als er op de zoektermen iets gevonden wordt, ergens op het internet, dan krijg je daar een melding van. Dus of het nou gaat om een blogpost, of het nou gaat om een tweet, of het nou gaat om ergens een check-in op Foursquare. Als je heel nauwkeurig je zoekopdrachten aanmaakt, dan kun je daar heel veel mee aan webcare doen. Omdat er over jou, of je persoon, of over je bedrijf gehouden moet worden. Volgende is Twitter Advanced Search. Zoals ik al zei, Twitter Advanced Search is echt heel erg veel zoekopdrachten in op Twitter en maak er wat bla bla van. En dan zit er helemaal rechts, net aan de binnen je dingen, zit er heel klein advanced. Het is een blokje en als je daarop klikt, dan komt er advanced search en dan krijg je echt heel mooi een overzicht van allerlei mogelijkheden die je kunt instellen voor jezelf. En onder andere, maar dan zou je iets verder naar beneden moeten scrollen, zit daar een mogelijkheid om in te vullen. Nou, daar kunnen we trouwens wel naartoe gaan. Die is wel bereikbaar en zichtbaar. Kijk. Dit zijn mooie dingen. All of these words vullen ze achter elkaar in. Of een exacte frase. Dus je kunt echt heel nauwkeurig, wat je bij Google, als je een nauwkeurige zoekopdracht wil doen met twee brackets, kun je heel nauwkeurig Twitter clusteren. En je kunt het uitsluiten erbij. Spot speciale accounts. Mensen die met mensen praten, gericht aan speciale accounts. Mentions die je krijgt. Near displays. En near displays is een hele leuke, want dan kun je gewoon invullen dat je 35 kilometer rond een bepaalde plaats iets wil hebben. Of 50 kilometer, of ja, waar je op dat moment zit. En dan kun je hem zelf
dat ze aan sentimentanalyse doen, maar houd erbij in gedachten, het is een Amerikaans bedrijf. En Amerikaanse bedrijven die Nederlands sentimentanalyse doen, dat is, zoals ze het daar noemen, a load of crap. Dus ik kan instellen dat ik wil zien wanneer jij met Arjen in Rotterdam negatief aan het praten bent. Ja. En het leuke hiervan is, als je dan, kijk hoor, als we even willen zien, all of these words, wat... Ja man, deze is toch real time, hè? Die is heel goed geschikt voor real time. Ja, deze is real time, ja. En ik kan het leuke ervan, dus even kijken wat Intrige op dit moment over ons aan het zeggen is. Had je idee? Ja, dan moet je ook nog de DM'tjes pakken, hè? Ja, dat is wel leuk, zeg maar. Maar even voor jullie, even willen zien. Ja. Mensen die hier met hoed zoet, ik loop een beetje achteruit. Er zijn er nogal wat, hè? Dat was mijn volgende vraag. Hier bovenin staat een URL. Die kun je kopiëren en die kun je een hoed zoet als zoekopdracht, kun je die als stream invullen. We zitten de hele dag in je dashboard. Ja. Is het nou de URL of alleen de zoekopdracht? Ja. Is het alleen de zoekopdracht, niet de hele URL? Nee, het is de hele URL, pak je direct op. Zet je in de dingen, je moet er alleen wel even HTTP van maken. En niet HTTPS, dat lijkt me net even iets beter werken. Want anders zoekt hij namelijk naar een beveiliging van de verbinding. Hè. Maar ik zit op, als ik, nou, dus ik zit als ik op Twitter ben, ik zit al op HTTPS, dan kun je een beetje in de browser of de settings kun je dat instellen. Dat kan iedereen aanraden, is maak je account net weer even iets veiliger. Dit is Google Account Search. Een andere, Topsy. Topsy is een hele leuke. Topsy is nadat Google de pipeline verlaten heeft, is het wat mij betreft de beste real-time zoekmachine die er is. Maar Topsy heeft ook een aantal leuke dingen. Je kunt heel nauwkeurig zijn. Je kunt dingen met video's of met tweets of dergelijke. Maar hier is het ook een hele leuke. Subscribe via RSS. Mailings. Je kunt er ook een e-mail alert van maken. Dus je hoeft er niet elke keer naartoe. Je stelt het één keer in. En als je ze nauwkeurig genoeg houdt, dan kun je gewoon even via je e-mail, dan krijg je webcare binnen. Dus je hoeft er niet dagelijks uur mee bezig te zijn. iTweet Live. Ben ik van de week voor het eerst mee in contact gekomen. Ze bestaan al een tijdje, kwam ik achter, maar ik ken ze verder nog niet. Ik ben heel erg geconfiëerd omdat iTweet Live net een verbinding maakt tussen geautomatiseerd en persoonlijke webcare. Je kunt daar zoekopdrachten in aanmaken. Zoals je hier ziet, ik heb hier even de zoekopdracht SMC. Deze staan, als je het inlogt, staan die voor je klaar. Dat is je eigen naam en retweets van jezelf. Maar ik heb deze even gemaakt. En je kunt op het moment dat je zo'n zoekopdracht maakt, en die kun je weer heel nauwkeurig doen, maar dan word je meteen gevraagd om 5 antwoorden op die zoekopdracht in te typen. Dus je zet 5 antwoorden klaar. Stel dat je een zoekopdracht maakt van, ik ben restauranteigenaar en ik maak een zoekopdracht voor iedereen die in mijn restaurant gegeten heeft. Dus ik zoek op eten en de naam van mijn restaurant. En als antwoorden zet ik klaar, goh, fijn dat u lekker gegeten heeft. Komt u de volgende keer, laat u dit bericht zien en ik krijg 10% korting. Of ik zet klaar, jammer dat het niet naar uw zin was. Wij willen graag van u horen wat er aan scheelde, zodat we onszelf kunnen verbeteren. Of je zet erin, doe eens crowdsourcing, noem nog eens 2 of 3. Maar in ieder geval, je maakt minimaal 5 antwoorden die je op die manier klaarzet. En je gaat 1 keer per dag ga je naar iTweet Live. Waarbij eigenlijk weer een contradictie in de naam zit, iTweet Live, en je maakt de zoekopdracht die 1 keer per dag beantwoordt met vooropgestelde antwoorden. Maar omdat je een aantal antwoorden daarin gemaakt hebt, en ik zou zeker, omdat als je een redelijk generieke zoekopdracht hebt gedaan om zeg maar 5 heel verschillende antwoorden te doen, die zet je erin en je logt 1 keer per dag in, je kijkt en je klikt ze aan en je zegt zet ze in queue en je logt weer uit en elke 20 minuten die daarna volgt, wordt 1 bericht uit de queue wordt via jouw account verstuurd. Waarom is 80% van de tweets wordt gegenereerd door software tegenwoordig? Dat snap ik het. Ik heb vandaag, hadden wij op Twitter Media een artikel, dat gaat over de nieuwste generatie bots.
En die zijn in staat om een dermate intelligente en natuurlijke interactie met mensen aan te gaan, dat ze volgers erbij krijgen en erbij krijgen en erbij krijgen, dat mensen het hele levensverhaal tegen robotjes vertellen. Oh. Ja, misschien is het een bedreiging voor je webcare teams, dat webcare teams alleen nog maar uit heel sympathieke botjes gaan bestaan. Nou ja, ik bedoel, als het voor de eindgebruik niet ontschrijft, is een beetje de turnfest gepasseerd. En maakt het dan uit? Nou, ik denk in ieder geval dat degenen die verantwoordelijk zijn voor excellence er heel blij mee zullen zijn. Ja, dan weet je dat zeker. Ik hoop, ja, ik denk het erom. Maar uit die blijft dat ze zelf een hele goede webcare hebben. Ja. Blijkt hieruit. Ik kreeg het wel nadat ik het artikel live gezet had op Twitter Media. Thank you for the article. We granted you free extra credits. Want een van mijn opmerkingen was als gratis gebruiker. Want dit is in basis is het gratis. Dan krijg je elke maand 50 gratis credits. Elke maand? Ja, ik heb van de week dus pas gerecenseerd, dus ik ga er vanuit elke maand. Ja. Anders zou ik er één keer 50 krijgen, maar ik logde weer in en ik had er opeens 1050. Dus ja, en op die manier hebben ze geleerd als bloggers met een beetje bereik. Maar jij weet nu welke steekwoorden je in je tweets moet gebruiken om elke maand die credits te krijgen. Nee, ze hebben mijn blog op Twittermania hebben ze gelezen. Ja. Er zijn een aantal, ik schrijf regelmatig over nieuwe toeltjes en dergelijke. En er zijn een aantal mensen die hun webcare echt heel goed in orde hebben. Dat zijn SocialBro en Commune.it. Die is echt zo. Elke start-up die daar een keer op wil praten, krijg ik graag hun als voorbeeld gebruiken. Social Mention als laatste. Social Mention is een van de betere en uitgebreidere tools als het gaat om het monitoren van echt het hele internet. En daar kun je echt op allerlei manieren kun je daar selecties in maken. En wederom, je kunt e-mail alerts instellen en je kunt RSS feed abonnementen krijgen. En op die manier kun je echt heel makkelijk je webcare bedrijven zonder dat je er erg lang mee bezig moet zijn. Zoals laatste nog, Twilight. Ja, het is mij nog steeds niet gelukt. Dus ik weet niet beter dan dat de dienst offline is, maar ik heb er nog niks van gewerkt. Probeer het een keer. Dit is echt een soort e-mail alert, maar dan op het gebied van Twitter. Dus die kijkt alleen naar Twitter en daar kun je ook een aantal zoekopdrachten in gooien. Dus het is ook best wel geavanceerd. Vergeet niet, een van de bekendste en meest voor de hand liggende, Hootsuite. Eigen search string toevoegen, zoals ik zei al, je liep al toe, maar die search string die je dus in de advanced search hebt gemaakt, kun je in Hootsuite gewoon toevoegen. Wie geïnteresseerd is in webcare met betaalde tools, doe ik alvast even een tip. SMC 073, woensdag 8 februari, ik had kennis van mijn landen van Social Inc. Ik ga daar een presentatie houden over wat Social Inc. als bedrijf voor opdrachtgevers doet en welke tools daarbij gebruiken. En, hoe die software zich gaan verhouden. Zoals gezegd, deze presentatie komt op slides te staan. Zodra Jolante de presentatie heeft gedaan, wissel ik deze pagina voor een link naar haar presentatie. Dus dan gaan we een soort infinite loop met onze presentaties maken. Dankjewel. Die iTweet Live, hè, daar kan je standaard berichtjes mee versturen. Maar stel je bent dus een restauranthouder die allemaal die standaard berichtjes verstuurt. Als je op het profiel van die restauranthouder klikt, dan zie je toch dat hij al die standaard berichtjes heeft. Nou, daarom dwingt iTweet Live je ook om 5 verschillende standaard berichtjes te maken. En als jij een beetje social media, dan wissel je die 1 keer per maand of zo. Zeg maar, dan heb je een maand lang, ik ga ervan uit dat iedereen elke dag 10 restaurantrecensies op Twitter van zijn restaurant. Ik gun het iedereen hoor, maar zeker positieve. Maar als je dat 1 keer per week wisselt en je herfraast ze net iets. En het is niet de bedoeling dat dat de enige tweets zijn die je verstuurt. Maar het zijn de bedankjes, het zijn de reacties. En voor de rest moet je op een normale manier ja, met Twitter bezig zijn en social media zoals... wij op social media regelmatig vertellen. Maar zou je dat promoten, ja? Wat je net zegt, de restaurant krijgt echt niet 20 recensies op een dag. Als er dat 2 zijn op een dag, dan zijn het te veel, denk ik. Kun je die dan niet persoonlijk beantwoorden? Ja, voor hetzelfde geld zegt iemand van over, dat is niet tevreden. Persoonlijk beantwoorden.
bedankt dat het zo lekker was. Nee, ho. Ik doe de duifbal even af. Elke tweet die verstuurd wordt, moet je met de hand in de queue zetten. Dus er gaat niks automatisch. Okay. Elke tweet, je krijgt ze alleen automatisch. Je maakt een zoekopdracht. En dan zeg je van, deze krijgt dit reactie, deze krijgt die reactie. En die koppel je handmatig. Dan zet je ze handmatig in de queue. En vervolgens worden ze automatisch elke 20 minuten verstuurd. Maar je queue ze zelf. Nee, het is geen automatische tool. Je zult mij nooit automatisch doen. Promoten. Nee. Het gaat tegen je hand. En dan heb je er ook zoveel. Andere vraag. Dan zou ik zeggen, open de bak. Goed, jongen. Dankjewel. Ik wil jullie uitnodigen voor de borrel. Dat moet om 10 uur. Ja, we moeten om 10 uur via de ruiters hebben in de keuken bij ons wel staan. Die gaan we ook een keer pakken en dan worden we hier vanuit de borrel. Dus ik ga het doen een beetje aan de kant van dan. Dank jullie wel.